jullie krijgen eigenlijk toch al vrij snel aan een paar hele goede mogelijkheden zelfs wel. En dan volledig uit het niets wordt het 0-1. Klopt, ja. Nee, maar goed, daar is HZVV natuurlijk ook te goed voor. Ze hebben een aantal individueel fantastische voetballers. Als je kijkt hoe ze de 1-0 maken, Akkerman vanaf 20 meter volgens mij, vanuit de volley. Ja, weet je, dat is kwaliteit en dat is natuurlijk ook super als je hem zo binnenschiet. Nou, krijg je daar ook te veel tijd om uit te halen? Ja. Nou ja, daar kun je iets van zeggen. Aan de andere kant, je kunt niet overal op een meter staan. We proberen natuurlijk wel om dat te voorkomen. Maar goed, hij maakt hem ook fantastisch. Want ik bedoel, zo moet het ook beoordelen. En uiteindelijk pakken we terecht de tweede helft, de 2-1 of de 1-1. Met een mooie voorzet van Thomas op Marcel. En volgens mij trekken we het gelijk. Dat was denk ik ook het verhaal van de wedstrijd. En uiteindelijk maken ze op het eind toch de 2-1. Wat ik niet terecht vond op basis van de wedstrijd. Maar goed, dat speelt niet in voetbal. Zuur voor de spelers. Omdat ik vind dat ze een goede prestatie hebben geleverd. We hebben laten zien dat we volle bak met ze mee kunnen. Goed, de komende wedstrijden moeten we toch kijken om deze reeks met wat nederlagen toch weg te poetsen. En toch te zorgen dat we ballen wel binnen gaan schieten. Ja, 1-1 of opmerkelijk, maar het viel mij op in elk geval. Rick Schaabok was eigenlijk jullie aanspelpunt voor de rust. Tweede helft figuurde je een beetje meer als aangever omdat Wouter Blom erbij kwam. Ja. Waarom speelde hij de hele wedstrijd niet? Wouter is niet fit om volledig te spelen. Dus die heeft zijn speeltijd gepakt met wat hij zou kunnen spelen. Dus, je creëerde wel meer dreiging voor ineens. Ja, maar goed, we moeten ook op een goede manier zorgen dat spelers fit blijven. En dat is de keuze vooraf geweest, dat dit maximaal was. Ja, nou, wat je zegt, je verliest met 2-1. Eigenlijk een beetje op een knullige manier nog. Want het had niet gehoeven. 1-1 was leuk geweest hier, hè? Absoluut. En die hadden we ook verdiend. Aan de andere kant, ja, we hebben onszelf daar wat tekort in gedaan. En we zullen moeten kijken, ook volgende wedstrijd Omlandia, mooie wedstrijd, mooie derby. Om toch te laten zien dat we iets meer kunnen als vandaag qua resultaat. Nee, gezien de stand op de ranglijst, moeten jullie nog vol aan de bakken nu? Ja, we hebben nog... 3 wedstrijden te gaan. Aan de andere kant, de dingen gaan nog steeds hetzelfde als de eerste competitiehelft. Toen hebben we 18 punten gepakt. We staan nu eigenlijk ook met, als we nog 6 kunnen pakken in de laatste 3, wat nog gewoon mogelijk is, dan doen we net zoals de eerste seizoenshelft. Dus we doen geen gekke dingen. Het enige is, en dat heb ik ook gezegd, tweede competitiehelft zal er meer gespeeld worden voor winst of verlies. En dat is niet raar, omdat er een gelijkspel levert niks meer op. Dus ploegen, en dat doen wij ook, spelen veel meer voor de overwinning. Nou, dat is hartstikke mooi. En we hebben nu wat nederlagen, maar vergis je niet, ook daarvoor pakken we natuurlijk ook Buitenpost, we pakken Oldenvest. Zo pakken we onze punten ook. En alleen dit lijkt misschien niet zo raar wat wedstrijden verliezen. Maar goed, aan de andere kant, als je er overheen kijkt, doen we het prima. Kortom, als ik jou zo hoor, dan zeg je van er is nogal een reden tot optimisme voor klassebehoud. Ik zie het niet anders. Eén uitgangspunt vooraf is eerste klasse willen zijn. En volgens mij liggen we op koers. Maar we moeten wel zorgen dat we de laatste 3 wedstrijden alert blijven en ook punten blijven pakken. Daar is alle kans voor. Te beginnen in Ten Boer? Ja, maar dat hadden we vandaag graag hier gedaan. Maar uiteindelijk is volgende week is het in Ten Boer. En dan zullen we ook moeten laten zien... dat we de betere zijn. Ja, zelf vond ik ons wel goed. In de tweede helft werden we wat achterover gedrongen. En toen maakte Fibor af. Winsum. We hebben het over Fibor. Maakte de 1-1. Eigenlijk wel terecht. Hè. Ze waren ook wat beter. En op het laatst dan scoor je uiteindelijk nog de bevrijdende 2-1 voor ons. Ja, dat zal als een hele opluchting gekomen zijn, denk ik. En even een hele wedstrijd onder de loep. Je zegt het zelf al. Voor de rust krijgt Winsum echt een toch 3-tal kansen. Ik denk van nou, dan mag er wel eentje in. En bij jullie komt je in één keer vanuit het niets? Eigenlijk wel. Maar daarvoor hadden we ook al een paar goede kansen gehad. Net niet. Winsum die kwam ook een paar keer prima opzetten. Ja, en dan is het misschien wel geluk dat wij hem dan net maken. Ja, en dan is wel een opluchting dat we in ieder geval de goal maken. En dan kun je iets verder achteruit. En dan gaan we iets meer met een lange bal spelen. Nou, prima. Vonden wij niet zo heel erg. En we wisten ook dat ze dat gingen doen. Ze hebben natuurlijk heel veel fysiek sterk voorop. Dus dat is dan het spelletje wat ze spelen.
Ja, dan krijg je inderdaad die 1-1 om de oren en dan denk ik bij mezelf van, nou is het oppassen geblazen. Heb je dan ook even het idee gehad van, het kwartje kan ook maar zo de andere kant opvallen? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè. Met het spel wat er vandaag vertoond is, ook met de veldomstandigheden, heeft dat ook te maken met heel veel lange ballen spelen. De wind heeft daar invloed op. Ja, goed. En dan kan die ook zomaar de andere kant kan die opvallen. Dus gelukkig voor ons niet. Ja, en dat zijn er toch nog momenten dat ik denk van dan moet je alsnog oppassen. Want ver in blessuretijden, we hebben nogal wat blessuretijd gehad vandaag. Ja, klopt. Ja. Ver in blessuretijden komt weer nog een paar keer gevangen bij jullie voor doel. Ja, schoten gelukkig voor ons, schoten ze hem over. Dus nee, we hebben twee keer nog wel geluk gehad hoor, dat hij hem niet tussen de palen schoot. Dus dat was wel een opluchting voor ons. Nou was dit op voorhand natuurlijk ook een hele belangrijke wedstrijd voor jullie. Ik bedoel, jullie zijn op weg naar de titel. Althans, titelkandidaat nummer 1 zeggen ze dan. Dat is AZVV. Deze moest eigenlijk gewonnen worden. Ja, we wisten van tevoren, hè. Wij als HZSV hebben het nooit makkelijk hier. En deze moest gewonnen worden. We hebben nu twee wedstrijden gespeeld, achter elkaar twee keer verloren dan. Eén keer voor de beker en dan buiten post. Ja, dan weet je gewoon als je naar Winsum toe gaat, dat het een lastig potje wordt. Nou, en dan moet je middelen met middelen gaan bestrijken. En dat hebben we goed gedaan. Ja, ik denk dat wij technisch even wat beter waren. Bijvoorbeeld net even wat makkelijker. En ik denk dat daar het grote verschil in zat qua voetbal. Ja, nou, 3 punten op zak. Ik zou bijna zeggen, van, hebben jullie al ergens de champagne besteld? Of is dat nog even de verre van mijn bed show? Nou, we hebben nog 3 wedstrijden te gaan en dat zijn nog niet de makkelijkste wedstrijden. Dus we houden nog even in de koelkast.